1 minuut om vragen te stellen aan de patiënt. Alleen heeft hij dit keer geen extra aanwijzing meegebracht. En ik ga de volgende patiënt binnenvragen. Tom! Hallo. Hallo. Zeg, jij bent 60? Ja. Van geboorte Vlaming. Je woont al 30 jaar in Amsterdam. Klopt. Je bent muzikant, hè? Ja. En op een gegeven moment bleek jij iets chronisch onder de leden te hebben. Ja. Ja. Met wat voor klachten ging jij toen naar de dokter? Voornamelijk misselijkheid. Maar ik had ook last van slapeloosheid, nachtelijk zweten, concentratieproblemen. Ja. Het ging niet goed. Nee. Nog andere zaken? Viel je af of juist niet? Ik ben wel zwaarder geworden, ja. Je bent ook zwaarder geworden? Ja, ja. Ga je gang. Slapeloosheid, misselijk, nachtelijk zweten en aankomen. Krijgen wij menopauze? Nou, dat is het niet. Nou, kan het ook een depressie zijn. Kan ook een angststoornis zijn. Gewichtsverlies, schildklier. Schildklier hij is aangekomen, hè? Heeft te maken met schildklier. Ja. Was er een reden waarom je zwaarder werd? Heb je meer gaan eten of drinken? Kun je schildklier en nachtelijk zweten doen? Want dat vind ik ook zo'n specifiek ding. Ja, dat kan. Vermoeidheid, gewichtsverandering. Gewichtstoename. Hey, en wat heeft dit eigenlijk gedaan met je leven? Wat heeft het je gekost? Ik ben mijn vriendin kwijtgeraakt. Ik ben mijn baan kwijtgeraakt. Ik heb mijn auto in de prak gereden. En ja, ik was mijn karakter. Ik was mezelf kwijt eigenlijk. Zo, misschien is het laatste wel het ergst. Ja. Kom, dan gaan mensen langs. Bij zwetende mannen moet je altijd ook nog een alcoholisme, een alcoholprobleem denken. Jullie krijgen 1 minuut de tijd om vragen af te vuren op Tom. Ga je gang. Heeft het te maken met de schildklier? Nee. Oeh. Okay. Heeft het te maken met depressies? Nee. Heeft het te maken met hormonen? Nee. Dan heb ik alles al gehad. Heeft het wel te maken met de psyche? Ja. Bent u bij in behandeling geweest bij een psycholoog? Ja. Nog steeds? Nee. Slikt u medicijnen? Nee. Had u last van angst? Nee. Is het ook een lichamelijke kwaal? Beide. Heeft u veel last van vermoeidheid? Nee. Is de psychische kwaal het gevolg van de lichamelijke kwaal? Nee. Och jeetje. Werkt u nog? Ja. En dat was de minuut. Ach jeetje, wat zijn jullie een beetje opgeschoten? Nee. Wat een nee. Oh. Ja, maar weet je hoe lang je moet studeren voordat je dokter bent? Nee. Dat bedoel ik. Ik heb het heel goed gedaan. Successen. Dank je wel. Zet hem op. De sarcoïdose, wacht even. Oh ja, sarcoïdose. Het is weer auto-immuun, hè? Zou ja. Kunnen. Wauw. Slapeloosheid. En bij House is het ook altijd auto-immuun, hè? Ja. Hey, hallo. Hallo. En blij met onze komst? Aan de overkant wel, hoor. Ja, heel blij. Altijd eigenlijk. Ja. Altijd blij. Benieuwd of hij nog speelt. Nou, je mag het allemaal vragen. Ja. Ga je gang. Of met andere woorden, is het over? Ja, zou wel kunnen zijn. Ja, oké. Okay. Was er een live event in het? Dus iets ergs gebeurd in je leven? Nee. Speelde alcohol een rol? Ja. Oké. Okay. Kreeg je er medicatie voor? Ja. Gebruik je nu nog alcohol? Nee. Had het alcoholgebruik de klachten veroorzaakt? Mm-hmm. Was je ergens specifiek bang voor? Specifieke angst? Nee. Veel ja's heb ik gehoord, een paar nee's. Ja. Wij verlaten jullie spreekkamer. Oké. Okay. Dankjewel. Heeft het geen penopauze misschien? Penopauze? Ja, dat is de mannelijke versie van menopauze. Daar zaten we net wel, daar kwamen we wel gelijk. Dat had niet met zo'n hormonen te maken. Dat is toch wel hormonen. Ja. Dan is het problematisch alcoholgebruik toch? Ja. Heeft hij echt gezegd, hè, dat niet met hormonen? Dat heb ik niet gehoord. Ja, heel erg geweest. Oh, wat zeg je? Alcohol. Alcoholist. Ja, moet je niet maar nu uitmaken voor alcoholist. Ja, maar ja. Goede tijd zit erop. Shit, wel even slaan, is waar. Te laat. Ja, nu kan het niet meer. Vragen niet gesteld. Oh. Dokters? Zitten wel in ieder geval in de goede richting. Goede richting. Ja, wat hebben jullie allemaal geprobeerd? Nou, we begonnen heel veel. Goed bij de schildklier, maar die viel eigenlijk meteen af. Toen dachten we... Shit. En toen keek ik naar het lijstje wat we hadden. En toen dacht ik, ja, ik heb hier zelf wel eens last van. Oh, Kees, als ik bijvoorbeeld te lang ben doorgezakt. Ja, laat maar zien. Ja. Laat maar zien. Het kan het einde van onze carrière betekenen, maar het idee van Kees, alcoholisme. Alcoholisme. Het idee van Kees. Ja. Dokters, waar zijn jullie op uitgekomen? Nou ja, Kees heeft wel een punt. Ik denk dat iedereen dat gevoel wel eens kent. En wij denken dat het ook te maken heeft met alcohol. Problematisch alcoholgebruik. Abuses noemen jullie dat dan. Goed, Tom. Hebben ze het bij het rechte eind? Allebei. Nou, allebei!
Nou! Ja. Okay. Oh. Wat een vreugde er kan ontstaan. Nou, ik vind het zo belangrijk dat u hier bent. Ja. Want dit is een zo veel voorkomend probleem... waar mensen niet voor naar de dokter durven te komen. Dat is echt een topje van de ijsberg wat we zien. Ja. Ik ben echt blij dat u hier staat. De stand is nu 5-2. Alcoholverslaving. Geniet, maar drink met mate. Deze alombekende slogan is aan een alcoholist niet besteed. De alcoholist moet drinken en drinkt juist mateloos. In zo'n geval is er sprake van alcoholverslaving. Matigen is niet langer een optie. Want zodra de dranktoevoer stopt, gaat het lichaam trillen of transpireren. Er ontstaat een misselijk gevoel. Slapen wordt een probleem. Ook de geest raakt gestrest. Een alcoholist zonder drank wordt onrustig, prikkelbaar, soms zelfs depressief. Dat maakt afkicken ook zo zwaar. Alcohol nuttigen vinden we heel gewoon. Toch weten we sinds kort dat meer dan 1 glaasje per dag al schadelijk is. En zeker als de glazen flessen worden, krijgt het lichaam die grote hoeveelheden alcohol niet meer verwerkt. Voornamelijk lever, nieren, maag, hart en bloedvaten raken beschadigd. Daarnaast ontstaat er schade aan de hersenen. Concentratie, geheugen en denkvermogen gaan sterk achteruit. In Nederland zijn er naar schatting ruim 470.000 alcoholverslaafden of probleemdrinkers. Hiervan zijn er slechts zo'n 30.000 in behandeling. Vind je het moeilijk om daarover te praten? Nu niet meer. Mm-hmm. Ik ben nu 10 jaar nuchter. Maar ik ben 20 jaar lang echt afhankelijk geweest van alcohol. Zo. En hoe ben je verslaafd geraakt? In het muzikantenwereldje is het een hele normale zaak. Er staan altijd biertjes klaar. De muzikanten zijn, dan wordt een teentje bier neergezet. Gezellig. En het, wordt, het is er eigenlijk heel langzaam ingeslopen. En hoeveel dronk je dan op je hoogtepunt? Er waren dagelijks 6 flessen wijn op een dag. Werkelijk? Ja. Is er een kantelpunt geweest dat je dacht van het moet nu stoppen? Ik keek naar mijn gitaar die in de hoek stond en ik schreef geen liedjes meer. Ik maakte geen teksten meer. Mijn creativiteit was weg. Ja. Het tast echt je hele leven aan. Ja. En is uw creativiteit weer teruggekomen? Ja. Wat mooi. Ik maak weer muziek. Wat fantastisch. Ja. Ik wil jou heel erg bedanken voor je openhartigheid, Tom. En ik hoop dat je nog heel erg mooie liedjes schrijft. Ja. Dank je wel. Knap hoor.